Beste leerlingen van KZ, ik ga jullie in dit korte instructiefilmpje wat meer vertellen over wat SMOG is. SMOG staat eigenlijk voor spreken met ondersteuning van gebaren. SMOG wordt eigenlijk vooral gebruikt bij kindjes die een ontwikkelingsachterstand hebben. Denk bijvoorbeeld aan kindjes met het syndroom van Down. Maar je kan SMOG ook heel goed gebruiken bij anderstalige of bij meertalige kindjes. Als je spreekt en je let bijvoorbeeld goed op je articulatie, maar je gebruikt daarbij ook gebaren om je woorden te ondersteunen, dan gaan kindjes daar heel veel woordenschat en taal bij oppikken. Nu, SMOG is niet hetzelfde als gebarentaal. Gebarentaal is echt universeel afgesproken, is nog veel rijker qua gebaren, wordt vooral gebruikt bij mensen die echt gehoorproblemen hebben, bijvoorbeeld doofstommen of echt dove mensen. SMOG is iets anders. Als jullie er nog wat meer over willen te weten komen, kan je filmpjes opzoeken met als titel SMOG je mee. Nu, jullie hebben van mij de opdracht gekregen om eens een filmpje te maken, een SMOG filmpje waarin dat je jezelf voorstelt. Dus ik zal zelf het goede voorbeeld geven en ik ga mezelf ook even voorstellen aan de hand van gebaren. Here we go. Hallo, ik ben Nathalie. Ik eet graag snoep, ijsjes en fruit. Ik hou van dansen, rijden met de paarden en mijn lievelingskleur is paars. Dikke zoen. Dag. Succes.